Nico Drost voor de ChristenUnie op plek nummer 8. Ik ben voor de radicale nuance, recht door het midden. Stad. Rhenen is een stad. Daar zijn wij allemaal in Rhenen enorm trots op. Iedere Rhenenaar die je aanspreekt met dorp, die krijg je in je nek. En die gaat je corrigeren. Wij hebben al ruim 750 jaar stadsrechten en we verdedigen al eeuwenlang de zuidoostelijke grens van onze mooie provincie. EU, absoluut. Ik vind de EU in de eerste plaats een project waarbij we met elkaar als landen in Europa werken aan vrede en welvaart. En daar moeten we enorm zuinig op zijn. En als we dat met samenwerking kunnen, dan moeten we dat absoluut blijven doen. Ik ben Nico Drost uit Rhenen, uit de provincie Utrecht. En graag wil ik namens de ChristenUnie in de Tweede Kamer de uitdagingen aanpakken die ik dagelijks in onze mooie provincie tegenkom. De overheid moet bondgenoot zijn van burgers en oog hebben voor alle regio's tot en met de kleinste plaatsen ook in onze buitengebieden. We moeten investeren in natuur, in klimaat, maar tegelijk ook in een betere bereikbaarheid. En de woningmarkt moet vlot getrokken worden, voor onder andere de jongeren. En dat door te investeren in woningen voor ouderen. Dus ziet u graag iemand uit onze provincie in de Tweede Kamer, dan ben ik uw man. Beste mensen, op 17 maart gaat het er weer om. En de belangrijkste oproep aan u is, gaat u stemmen. Maar als ik u dan een voorkeur mag meegeven, dan zeg ik graag, al stemt u per post, stem Drost.